wekelijks bij Regio TV Info Thuis koken met de chef. Deze week met chef en eigenaar Angelo Barbagallo van restaurant Gran Sasso. Op het menu staat tagliatelle met tonijn. Buongiorno, ik ben Angelo Barbagallo, eigenaar van het restaurant Gran Sasso. Een Italiaanse restaurant bestaat al 23 jaar. Ik heb al 9 jaar geleden overgenomen, had ik wel ook hier zelf gewerkt. We zijn bezig om alleen maar lekker Italiaanse eten klaar te maken. En vandaag zal ik wel aan jullie even laten zien een mooi recept. Dat is een vers ausgemaakte tagliatelle pasta met verse tonijn, olijven en rucola en kuit van tonijn. Dat is gewoon een revisitatie van oude recept van spaghetti met tonno. Dat iedereen is beroepen en alles, maar wij maken gewoon even licht. Mooi, dat is echt een lekkere pasta waar is gewoon ook in niet zoveel tijd hebben ze nodig om klaar te maken. En dat kan je wel ook voor een lunch kan gebruiken, want dat zo zwaar is echt helemaal niet. De ingrediënten van de gerechten zijn laurierbladen, ajon, sowieso verse tonijn. Dan we hebben we de verse ausgemaakte tagliatelle dat wij maken met deze machine. En rucola, olijven, witwijn, zout, peper en wat heel belangrijk is in onze keuken dat we gebruiken een koei olijfolie. Olijfolie zijn altijd even verschillend. We kan even iets sterk olijfolie van deze gerecht kan klaarmaken, gebruiken omdat dat past ze wel erbij. Omdat die olijfolie hoe sterk is dat ik om het keuken. En anders die lichte dat moet je wel gebruiken voor een dressing en een salade. Nou zal ik wel even uitleggen hoe we gaan beginnen met deze recept. Deze zullen we even de ajoen even doen. Dat is ook heel belangrijk om die recepten niet zo zwaar te maken. Dus we gaan van tevoren de ajoen koken. In een klein pan, we doen gewoon een beetje olijfolie. Doen wij onze ajoen erin. Zo. En een blader van laurierbladen. Deze laurierbladen, dan neem ik wel altijd uit Sicilië, omdat daar zijn echt wilde. Dus daar hebben ze wel een speciale smaak. Dus we gaan nu die uien laten blonderen. Met een snoefje van zout. Zo. Als je echt blond wordt, dan zullen we even afblussen met de witwijn. En zullen we even laten doorkoken met gewoon een klein beetje water. En dat is een methode om de uien minder zwaar te hebben. Dus als je deze straks weer kan gebruiken in onze gerechten, dan voel je niet op jou maken. Dat is gewoon echt een licht gerecht. Maar wel met de mooie smaak van de uien. Dat is een recept dat komt uit Sicilië. Omdat ja, we zijn heel beroepen met tonijnen. Maar eigenlijk vroeger was alleen maar die tonijn op blik, wat wij iedereen bij kennen. Maar we hebben in Sicilië de beste tonnare, dat zijn waar worden ze die tonijn opgevangen. En in de Mediterraneense Zee we hebben we ook een typische tonijn, dat is met yellow tonijn. Dat komt alleen maar vandaan. Dus en deze recept dat is wel ook licht gemaakt van in de plaats van de blikken en gewoon zware tomatensaus. We maken gewoon ook licht met zoete cherry tomaten, met deze aien. Dus dat is gewoon een revisitatie van een heel oude recept. Nu is gewoon bijna blond. Wat we gaan doen, dat is gewoon even afblussen met witwijn. Dat kan wel even zien. En daarna, als je die witte wijn helemaal afgeblust is, dan doen we het gewoon verder met een lepel, een soeplepel met water, met een klein beetje zout erin. Voilà. En zullen we even laten koken, minimaal van ongeveer 10 minuten, tot het echt heel zacht is en een mooie kleur hebben ze wel meegenomen. Dat is helemaal klaar. Oké, we gaan nu echt met die recept even beginnen. Dus we gaan de pan verwarmen met een klein beetje olijfolie.
Deze recepten hoeven niet, tenminste, dat mocht niet te lang op de vuur zijn. Omdat we gaan die verse tonijnen gebruiken. En dan moeten ze wel rauwe van binnen blijven. Gewoon echt een mooi rood. Dus we gaan deze, die zoete cherry tomaten, gewoon snijden. Van tevoren even wassen, nooit te vergeten. Die tomaten kan ik wel ook van in twee even snijden. Omdat als ze lekker zoet zijn, dan kan ze wel zelf even smelen in de saus. Altijd die tomaten even proberen, omdat er zijn tomaten. Deze komen uit Italië en eigenlijk zijn oud, kijk maar. Ze zijn uit midden van Italië en de beste zijn uit Vittoria of uit Sicilië. Moet je wel altijd even proeven, gewoon even. Oh. Lekker zoet, lekker. Dus oké, okay. We gaan onze tonijn snijden. En hoef niet dun te snijden, maar gewoon een stukje. Zo, stukje. Kwaliteit van tonijn is heel belangrijk. Verse tonijn, jullie mogen wel gebruiken ook deze. Worden hier eens genoemd de sashimi tonijn. Mooi rood, hoef niet zo heel rood te zijn. Deze donkere rood is mooi. Dat is tonijn, dat is niet gewerkt met een ander ingrediënt. Als je gewoon pakt dat echt wilde rood is, dan dat is wel iets erin. Deze beetje die doffe rood, dat is echt mooi tonijn. Deze wat ik kan doen, zal ik wel mijn uien, dat heb ik van tevoren laten koken en laten een beetje braden, zo. Zodat ik gewoon lekker op de temperatuur kom. Daarna wat ik doe ik wel mijn zoete cherry tomaten. Zo. Voilà. Die vuur moet wel lekker hard zijn. Niet gewoon zo'n slappe vuur, maar gewoon mooie temperatuur. Zo. Snijf je van zout. Een heel klein beetje peper. Zo. Dat die lekkere smaak van de witwijn blijven ze wel in. Hè? Zo. En laten we gewoon even afblussen. Zo. En de laatste. We doen ons blokjes tonijnen erin. Zo. En dan kunnen we even die vuur even uit doen. Omdat die tonijn is gewoon een lekkere gekleurd van buitenkant. Maar van binnen, als jullie zien, dat is echt mooi rood. Dat is echt belangrijk. Dus, lekker. Dus deze doen we apart. Water met zeezout of gewoon zout, maakt niet uit. We hebben onze versaus gemaakt, de tagliatelle, even in. Zo. Even kijken hoe groot die familie is, dan maken we gewoon een portie van tagliatelle. Die familie is wel groot vandaag, dus opa. Alle tagliatelle erin. Zo. Versaus gemaakt, tagliatelle zijn in pasta dat minimaal 2-3 minuten en dan klaar is. Dat is gewoon echt vers. En ingrediënten van deze pasta, dat is op 1 kilo bloem. Dan we hebben gewoon 8 eieren, gewoon een beetje zeezout of gewoon zout en een klein beetje olijfolie. Klaar. Gewoon goed hard werken en alles. En dan met die machine even werken of gewoon met de handen, dat kan ook. We doen het in de restaurant met deze machine, omdat we doen het gewoon op grote schaal. En daarna laten we het droog, klaar. En dan mag ik wel bewaren gewoon ook voor een maand, zonder probleem. Zo. Onze pasta is gewoon klaar. Even zo, even proberen. Dus we gaan deze pasta hier erin doen. Zo. Gewoon even, hoe zegt in Italië, lekker al dente. Zo, als jullie vinden dat iets te droog is, we doen het gewoon een beetje water waar we hebben die pasta gekookt. Even erin. Zo.
Zo. En wat belangrijk is, dat we doen gewoon een beetje olijfolie. Zo. En de laatste moment, als je gewoon die pasta is nu lekker klaar. Kijk maar dat ook. Dan moeten ze wel ook deze mooie binding hebben. Tussen de vet en de water. Dat is de crème van de pasta. Dan moeten ze zo zijn, die pasta. Voilà. Dus ik kan ook een klein beetje water erin. Om een mooie crème te creëren. Zo. Dat de droge pasta, dat vinden ze niemand lekker. En te veel te laat ook niet. Dus zo. Omdat olijf hebben ze wel, deze soort olijf hebben ze een sterke smaak. Dus we doen het gewoon de laatste momenten. En die rucola, we doen het gewoon eventjes zo. Kijk, hoe mooi is, mooi gekleurd. Gewoon allemaal levend. Zo, die gerecht is klaar. We gaan even op bord doen. Zo. Die tonijn eroverheen of tussen die pasta met die olijf. Nog een klein beetje olijfolie. Ja. En we gaan even parfumeren met koud van tonijn. Deze ingrediënten in Italië, daar worden ze heel veel verkocht. Hier in Nederland, in een bepaalde winkel waar ik gespecialiseerd ben in de specialiteit van Italiaans product. We gaan het zo doen. Onze gerecht is klaar en dat is nu het moment om aan onze kast te laten proberen. Alsjeblieft. Sì, lo puoi portare a tavola. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Italiaans restaurant Gran Sasso.